dit seizoen. Zand. Van de Vaart voor de goal. Mitea sluit aan. Sneijder is er ook. Mankracht genoeg. Mitea. En de goal! Ja, ik was altijd Romario. Ik was gewoon ongelooflijk fan van hem. Hij speelde toen de tijd bij PSV. Dus dat was natuurlijk wel een probleem, want ik speelde zelf bij Ajax. Maar ik kon ongelooflijk genieten van hoe hij voetbalde. Soms zag je hem de hele wedstrijd niet. En dan was hij er in één keer en dan scoorde hij geweldige goals. En dat is eigenlijk mijn grootste idool altijd geweest. Ja, dat wel, maar ik heb dat niet zozeer. Ik denk dat toen de tijd waren gewoon unieke voetballers waarvoor je echt naar een stadion ging. En dat wordt wel steeds minder in deze tijd, denk ik. Dus daarna heb ik nooit meer mijn idolen gehad. Ik heb bij Madrid gespeeld, ik speel met Ronaldo. Ja, dat wil iedereen natuurlijk ook hier bij de club weten. Hoe was hij, wat deed hij voor de training en dat soort dingen. Dat was wel mooi om te zien wat hij er allemaal voor deed. Maar ik moet eerlijk zeggen, wat ik met Romario had, dat was echt idool en dat was iets bijzonders. En nog steeds eigenlijk. Heb je ooit tegen hem gespeeld? Nee, zo oud ben ik ook nog niet. Ben je een vriendwedstrijd? Nee, helaas niet. Ik heb hem eigenlijk ook nog nooit ontmoet eigenlijk. Ja, daar heb je toch over tegen Messi. Dat was wel, dat ik kon herinneren, ongelooflijk. Dat we natuurlijk tegen Barcelona speelden en dat Sergio Ramos niet de minste mandekking op hem hadden gegeven. Volgens mij is het Ramos nog steeds in de draaimolen. Dat was echt ongelooflijk wat er toen zat. En Ronaldo natuurlijk, om samen mee te spelen, was wel bijzonder. Ik heb daar wel even moeten nadenken. Maar ik vind dat ik wel een held.